Nou, afgelopen najaar was een pittige oogst. Zeker voor mensen en machine, maar niet in de laatste plaats ook voor de grond. Ja, echt een slijtageslag kun je wel zeggen. Dus we waren eigenlijk allemaal heel erg blij toen we de eindstreep te pakken hadden. Normaal gesproken ligt die bij ons wat op half november, dat we proberen de boel aan de kant te hebben. Maar dit jaar was het toch in de loop van januari pas dat de laatste aardappel naar de grond kwam. En er zijn ook nog een aantal hectares opgegeven, helaas. Dus nee, dat ging niet vanzelf deze keer. Ja, we hebben nog 2 hectare fontaan in de grond zitten en 1 hectare innovator. Daar zit nou behoorlijk vorstschade in, zat al iets waterschade in. Dus ja, die beschouwen we wel eens verloren. En we zijn een beetje denkende van, ja, rooien we ze er nog uit voor de vergisteren als de omstandigheden dat nog een keer toelaten. Of ploeg je ze onder, of trek je ze los en hoop je nog op meer vorst. Nou, een beetje een worstelpartij wat we nog een beetje door de weersomstandigheden af laten hangen wat we daarmee doen gaan. Het liefst ronden we nog even schoon, maar inmiddels ben ik bang dat er niet meer van komt. Nou, ploegen doen we altijd bij het voorjaar. Het maïsland is gelukkig allemaal wel redelijk goed gegaan nog. De maïsoogst is in deze regio nog redelijk geslaagd. Net op de laatste hectares na is daar nog wat herstelwerk te doen. Maar de grote pijn komt toch wel bij de aardappeloogst weg. Daar zijn echt wel meerdere hectares verreden. Dus daar hebben we echt wel herstelwerk te doen. We hebben nu een rusttrekker aangeschaft in de hoop dat we daarmee wat schuin over de sporen heen met wat woelporen of iets dergelijks dat land weer wat op kunnen knappen. Dus dan wordt dit voorjaar in de eerste plaats waarde van het land, tweede plaats geduld. En dan maar eens weer zien dat we met mechanisatie dat weer wat terecht kunnen brengen. Maar aarde wordt nog wel een dobber. Nou, afgelopen jaar ging de oost van met name de aardappels, die ging erg moeizaam. Tot half oktober ging het nog redelijk. En ja, daarna werd het gewoon steeds natter en dan denk je van het droogt wel weer op, maar het droogt niet op. Dus ja, dan kom je toch in de bagger aan het oosten en dat heeft bodemverdichting als gevolg. Daar zijn we niet blij mee. Nou, normaal doen we na de oost nog wel de grond bewerken met een vaste tandcultivator. Maar dat hebben we dit jaar niet kunnen doen, omdat het gewoon te nat was. Op dit moment hebben we op een groot deel van het land wel goten gemaakt, zodat het water weg kan lopen. Dat is nog niet overal gebeurd, dus dat moeten we nog verder doen. En ja, dan moet eerst het water af voordat we in het voorjaar weer het land op kunnen. Het is allemaal wel van het land afgekomen, er is wel schade gereden. We zaaien altijd groenbemesters naar de tarwe altijd. Naar de suikerbieten hebben we wintertarwe kunnen zaaien. Dat is goed geslaagd, gelukkig. Niet alle wintergraan hebben we kunnen zaaien, want daar waren de omstandigheden niet optimaal genoeg voor. Dus daar moeten we dit jaar, voorjaar, zomertarwe of zomergraan in gaan zaaien. Er is wel structuurschade en daar hebben we van het voorjaar nog wel werk mee. En dat is ook niet in 1 jaar weer opgelost, denk ik. Ja, probeer het water zo snel mogelijk weer kwijt te worden wat op land staat. Door het vlak leggen van de percelen en het draineren, dat de ondergrond sneller weer opdroogt. Dat je sneller weer het land op kunt. Misschien wat een diepere grondbewerking nog om een storende laag nog kwijt te raken. En ja, proberen er het beste van te maken. Nou, in het voorjaar moeten we eerst geduld hebben voordat we überhaupt het land op gaan. Dus het water moet weg zijn en dan de grond eerst vlak maken en dan gewoon de normale bewerking doen die we normaal ook doen. En waar we verder nog aan zitten te denken is om ook nog wat te kilveren en de lage plekken wat op te vullen zodat het water ook beter naar de sloot kan. Nou, je moet echt wel even goed kijken wat je waar gaat doen dit jaar. Dit wordt wel... Ik denk dat er heel veel verreden percelen van de aardappeloogst dat er automatisch een beetje mais uitkomt, verwacht ik. Dan moet dit voorjaar eerst eens een poosje liggen en dan moet het dus wat afdrogen en dan moet het wat herstellen. En dan denk ik dat je op een gegeven moment zo laat in de tijd komt dat mais het alternatief wordt voor deze regio, op die perceel. En de natuur die gaat het toch bepalen, we moeten maar zien.